Ja, dat is heel vriendelijk. Dank u wel. Voorzitter, vandaag bespreken we een wet met een lange en ingewikkelde naam. Die eigenlijk kort gezegd maar om één ding draait. Namelijk de kracht van goede zorg dicht bij mensen. En juist daarom vind ik het zo bijzonder dat ik hier vandaag mag staan. Want als wijkverpleegkundige kwam ik veel bij mensen thuis. Zodat ik mensen in hun eigen vertrouwde omgeving kon ondersteunen. Omdat zij bijvoorbeeld ziek of lichamelijk begrensd waren. Of omdat zij gewoon even echt wilden praten. Over een behandeling, een probleem of wat extra hulp. En zo fietste ik in Groningen heel wat kilometers af. En ging ik van adres naar adres. Met goed weer en met slecht weer. En met bijna altijd een grote glimlach op mijn gezicht. Want wijkverpleegkundige zijn, dat is toch het mooiste beroep dat er is. En voorzitter, ik heb hele waardevolle herinneringen aan die tijd. Het heeft mij namelijk ook gevormd. Die allereerste huisbezoeken, ik weet dat nog heel goed. Ik was namelijk nog heel jong en belde bij volstrekt vreemden aan. En dat vond ik heel erg spannend. Want wat stond mij te wachten? En wie zou er open doen? En nu vele jaren later denk ik vaak, dat gevoel van twijfel, dat hadden de mensen aan de andere kant van de deur waarschijnlijk ook. Want wie belt er aan vandaag? Wie stapt er zo bij mij over de drempel? Ik heb het altijd als heel bijzonder beschouwd dat mensen je binnenlaten, in hun thuis en in hun leven. En soms was het bezoek en het gesprek heel luchtig. En andere keren overheersten de zorgen en de tranen. Bijvoorbeeld bij familieleden in de laatste fase van het leven van een geliefde. Maar het vertrouwen dat mensen op een soms heel kwetsbaar moment in een ander, in mij, stelden, heeft mij altijd geraakt. En dat doet het nu ook een beetje, merk ik. Want niet alleen de deur ging open, vaak ook het hart. We wisten allebei, we hebben elkaar nodig om verder te komen. En als wijkverpleegkundige zwachtelde ik benen, leerde ik mensen bloedsuiker prikken en hielp ik bij het aantrekken van steunkousen. Want zorg gaat niet alleen over pijn verlichten, over het verzachten daarvan. Zorg kan ook gaan over vooruitkomen, over doorgaan met het leven, ook als het even heeft stilgestaan. Zodat bijvoorbeeld die lieve mevrouw bij wie ik regelmatig kwam en heel soms ook mijn kinderen meenam, niet alleen haar dag kon beginnen, maar 's middags ook naar haar favoriete kaartclub kon. Want dat is ook zorg. En voorzitter, ik maakte het ook van de andere kant mee. Op een moeilijk moment in mijn leven en dat van mijn gezin moest ik zelf de deur openzetten voor een wijkverpleegkundige. Ik was ondertussen gemeenteraadslid in Groningen en mijn man werd zeer ernstig ziek, waarvoor hij ook ingrijpend geopereerd moest worden en uiteindelijk maanden moest herstellen. En nu waren wij degene die aan de bel moesten trekken, die hulp nodig hadden, die steun konden gebruiken, de deur van ons huis en ons leven opendeden. En wat was het fijn dat er toen iemand anders was die even de leiding nam. En daarmee ons gezin wat vrijheid teruggaf, maar vooral ook onze kinderen kind liet zijn. Voorzitter, nu ben ik Tweede Kamerlid voor D66. En dat heeft ook een kleine aanloop gehad. Maar de schat aan kennis en ervaring uit de zorg draag ik altijd met mij mee. En dat betekent luisteren, doorvragen en snel schakelen als het moet. Aansluiting zoeken bij de wereld van de ander. Over de drempel stappen en elkaar vertrouwen en ruimte geven. Want alleen zo zorgen we voor goede zorg dicht bij mensen.